Hoi lieve visjes, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Ik heb voor jou de legging gedaan vanaf nu tot en met eind mei. Dus speciaal op jouw sterrenbeeld gericht. Het ziet er allemaal wel heel mooi uit. Deze staat voor mij voor genieten. Genieten van ja, innerlijke en uiterlijke rijkdom. Je hebt al heel wat werk verricht. Ja, op meerdere gebieden. Ik denk persoonlijke ontwikkeling, maar ik denk ook dat je gewoon hard aan het werk bent. Dus in je beroep en dat je daardoor steeds meer geld bent gaan verdienen. Ik denk dat je momenteel misschien al iemand op het oog hebt, maar dat je nog niet in een relatie zit. Alleen dat gaat niet lang meer duren voordat je de juiste ontmoet, voor mijn gevoel. En deze kan ook staan voor gewoon meer genieten met gelijkgestemden of vrienden of familie. En deze staat voor mij voordat je steeds meer balans hebt gevonden in je leven en steeds meer zelfliefde. Wat je graag wil en wat er ook gaat gebeuren. Je hebt goede vooruitzichten. Je moet alleen even het juiste moment afwachten. Geduldig wachten tot de juiste ingeving komt of tot je de juiste persoon hebt ontmoet waarmee je verder wilt en waar je een goed gevoel bij hebt. In het recente verleden zijn er dingen geëindigd en ik denk dat het vooral te maken heeft. Misschien heb je een andere relatie beëindigd of heeft een ander de relatie met jou beëindigd, maar dan ben je uiteindelijk wel blij dat dat zo is gebeurd, want er was sprake van ja, onoprechtheid of vluchtgedrag. Dus iemand liet zichzelf niet zien of die ging misschien vreemd. Of ja, het kan eigenlijk van alles betekenen. Alleen dit is in principe niet een hele positieve kaart. Dus ik denk dat je blij mag zijn dat er een einde aangekomen is aan die situatie. Voor de recente toekomst nog heel even alleen. Nog ja, inzichten opdoen, jezelf beter leren kennen, kijken waar nog blokkades zitten. Maar er komt gauw verandering in. Achter de schermen is er al van alles bezig, alleen het is nog niet zichtbaar. Wat je nog moeilijk vindt soms is vertrouwen op je eigen intuïtie en je gevoel. En je mag ook wel wat meer nog bezig met spiritualiteit. Dus echt vertrouwen op, nou ja. Je innerlijke weten, zeg maar, je innerlijke stem. In de buitenwereld of hoe anderen jou zien. Anderen zien jou ook als iemand die de wereld wil ontdekken en je zit lekkerder in je vel. Er is ook nog een laatste cyclus die afgerond moet worden. Daar ben je nu mee bezig. En degene die jij gaat ontmoeten, waarschijnlijk ook. Of misschien ken je hem al wel. Waar je ook op hoopt is dat je begeleid wordt door het universum, zeg maar. En dat je steeds meer op je, ja, op je innerlijk weten kan vertrouwen. En wat meer bezig met spiritualiteit. En je hoopt ook op een, ja, echte zielsconnectie met iemand, zeg maar. Een hele diepe band. Als uitkomst heb ik even, ik had meerdere kaarten getrokken. Het kan nog best zijn dat je mensen gaat kwetsen of mensen moet teleurstellen omdat je steeds meer naar jezelf gaat luisteren. Er zijn nog angsten waar je uit moet bevrijden. Je ziet het soms niet helder hoe je het kan oplossen en welke kant je moet kiezen en wat je moet doen. Misschien door de ontmoeting met die andere persoon dat je ook in één keer weer wat last hebt van bindingsangst en verlatingsangst. Laat dat er gewoon allemaal zijn, want dat, als je het gewoon aandurft te gaan, dan neem je die angsten vanzelf af. En dit gaat je uiteindelijk brengen aan een ja, fijn nieuw begin. Gewoon luchtig en dat je de sprong durft te wagen. Dus uiteindelijk is de uitkomst heel mooi. Ik vind de hele legging een van de mooiste die ik tot nu toe heb gezien. Wel heel positief. Dus ik hoop dat jullie het herkennen. En ik vind het altijd leuk als je een reactie achterlaat. Je kan je ook abonneren op mijn channel. Een privélegging is ook mogelijk. De informatie vind je beneden, hieronder het filmpje. Tot de volgende keer.